2, 1, actie! Wie is je favoriete assistent eigenlijk? Ja, die heb ik niet. We kijken nu even 35 minuten Zwolle oefenwedstrijd, kijken we terug. En dan kijken we hoe hij loopt, wat hij goed doet. Hij heeft heel veel kwaliteiten aan de bal, heeft hij. En hij heeft ook heel veel creativiteit en dat moet hij er ook in houden. Hij wil nog wel eens overal zich bemoeien met het spel, hè. Dus dat kost heel veel kracht en energie. Dat is eigenlijk zonde, want als middenvelder moet je ook wel eens geduldig zijn. Hè, om zeg maar uiteindelijk echt vrij te komen. Wij zijn ook bezig met hem over gehad in het begin. Dat wanneer hij geen ballen krijgt, dat hij wil stoppen. Nou, dat is voor mij ook wel herkenbaar hoe ik vroeger was. Dus dat is op zich wel grappig. Ik zie dat wel terug. En ik heb ook tegen hem gezegd dat hij kan echt een hele grote voetballer worden. Alleen dat moet wel beter, want anders blijft hij misschien op dit niveau. Terwijl hij gewoon echt wel een heel hoog niveau kan halen. Dus daar zijn we zo mee bezig, met beelden. Dit is de opstelling van PSV, hoe ze de laatste wedstrijd gespeeld hebben. Met individuele kwaliteiten van de spelers. En hoe ze spelen bij balbezit of balbezit tegenstander. He just said he wasn't that good without a ball when he used to be a player. Well, maybe I can learn a lot from that then. No, it's good because obviously I think that's probably one of my weaknesses now. So it's good to hear from him to point out where I should be and what I can improve on, and pressure, and then on the other side, defending as well, like going towards your own goal and defending towards their goal as well. Mm-hmm. So it's good. Well done, boys. Well done, boys. Yeah, my game is close. Well done, mate. Well done, mate. Okay. Yes. Ik had hem de eerste keer aan de telefoon, Jack. Maar je verstaat er geen hout van natuurlijk. Hij zat in Griekenland en ik was hier. Ik zat in Turkije, hij in Griekenland. Dus die praat Iers, hè? Dus die praat geen Engels. Dus ik had hem aan de lijn. Dus ik heb op een gegeven moment, ik verstond er geen hout van natuurlijk. Dus ik heb meteen gezegd, Jack, die lijn is zo slecht. Ik versta er helemaal niks van, jongen. Dus we moeten maar ophangen. Maar ik wist niet wat hij zei. Ja, mooi keeltje, joh. Vind je dit het leuke aan jouw werk? Ja, ik vind het wel heel erg leuk, ja. Ja, en om dingen te bedenken en om ook wel jongens beter te maken. Dat is wel op een leuke manier, want je kan niet overal goed in zijn. Wait. Go, go, go! Zijkant! Goed zo, Wessel. Alles op goede been nu. Sluit op! Bal snelheid. Opnieuw. Scoren blijven, prima. Weg! Lekker, Jackie. Lekker. Goed. Vitas. Hey, Vitas. Dat is beter, hè? Hey. Ik heb veel steun van die jongens. En ook in het zin, nee Henkie, goed bezig. Gewoon zo doorgaan. Niet loslaten, ons systeem hoeven spelen. Blijven trainen erop. En daar heb ik wel echt veel baat bij. Ja. Kijk, ik vertrouw die jongens blind. Ik ga zo met ze, als het oorlog wordt, ga ik met ze in de loopgraven. Schieten mij niet in de rug. Nooit. Ja. Weet ik 100% zeker deze twee. Nee. Die gaan eerder voor me staan, dat ze achter me staan. Elke dag is een feestje om met ze te werken. En ik hoef nooit achterom te kijken. Daar ben ik heel blij mee. Dat, als je dat hebt in een club, dat je achterom moet kijken, oké, is het vertrouwd, is het niet vertrouwd, dan heb je een groot probleem als trainer. Nou, dat heb ik niet. Jan is ook een watersporter. Die houdt echt van leven op het water. Heeft een boot, wist je dat? Ja. Ja, dat weet ik. Er zijn meer die weten dat hij een boot heeft. En
Ja, maar ik weet ook een verhaal van Jan. Jan was erbij. Mag je dat vertellen? Nou, dat ga ik gewoon vertellen. Jan was er bijna niet meer de legend. Ja, was wel hij is nu een levende legende, maar het was bijna niet meer zo geweest. Jan is van zomer is hij gevallen op zijn rug van de boot uitgegleden, glad. En op zijn rug, volgens mij op de motor, en zo het water in. En gelukkig bij bewustzijn gebleven, maar hij kon helemaal niks meer. En heeft hij zichzelf weer, toch weer in de boot gekregen, op de wal gekregen. En gelukkig is hij er nog, maar ja, hij heeft een beste smak gemaakt. En volgens mij is maanden na de tijd nog te zien op zijn rug. Dat, Jan zijn bootje heeft hem ook wel eens pijn gedaan. Ik ben eilander, dus ik ben Amelander. Ja, dan word je grootgebracht met water om je heen. Als je op het moment dat je die boot opstapt, je vaart weg, gaat uit het boothuis, dan valt alles van je af en dan heb je, dan kom je echt tot rust en dat is ook een gevoel. En dat moet je kunnen misschien, maar sommigen hebben dat misschien met iets anders, als een boek gaan lezen of zo. En ik heb dat als ik met mijn bootje wegvaar. Ben jij een ster op Ameland? Nou, op Ameland, Friesen zijn nuchter, maar op Ameland zijn ze helemaal wel nuchter. Dus daar ben ik geen ster. Ze vinden het wel mooi natuurlijk. Als je voetbald hebt. Ik organiseer daar nog met twee oud-betaalde voetballers een voetbalvakantiekamp in de zomer. Ja, dat zijn wel dingen. Dat vinden ze wel heel mooi. Die laten hun kinderen daar ook aan meedoen. Dat vinden ze mooi. Ook in samenwerking met Cambuur. Dat heeft allemaal uitstraling. En dat vinden ze wel prachtig. En het geeft ook weer een boost voor die kinderen daar met voetbal. Ja. Maar sterren ben ik zeker niet. Gewoon een normale jongen die altijd hard zijn best heeft gedaan. En daar moest ik het ook van hebben. Ja, die moet je scoren. Juist. Het is een Amelander, hè? En wat zegt dat? Ik kan nog een kopie brengen. Ja. Komt niet van het vasteland. Het valt me mee dat hij zich hier op het vasteland handhaaft. Ja, dat vind ik knap. Iedere Leeuwarder kan Jan Bruin, hè? De echte oude Amelander nou. En de hulptrainer hier. Assistent, hoe je het maar noemen wilt. Dat was, volgens mij is het de beste topscorer van Cambuur. Alle tijden. Tak, 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 tak. Jan was een toffe vent. Sympathieke jongen. Ja. Kunnen jullie zijn eerste eredivisiedoelpunt nog herinneren? Ja, dat vertelde ik net. Go Ahead uit. Scoorde hem. 1-1. Dat was zijn eerste goal toen. Ja, dat was de eerste wedstrijd voor Cambuur. Toen werd het 1-1 en Jan die maakte dan die ene goal. Ja, ik zie het nog op het netvlies. Toen mocht de eerste wedstrijd in de basis starten in de Eredivisie. En toen liet ik voor het eerst echt spreken van mezelf. Omdat ik toen de eerste goal maakte voor de eerste goal in de Eredivisie. Dus dat was natuurlijk het moment voor mij. Ja. Prachtig moment. Ulenbeek. Nou, goed gedaan, Bruin. Nou, met links. Hij scoort. Jan Bruin. Eerste goede actie in aanvallend opzicht van de vervanger van Jack de Gier. En het is raak. Dat was de eerste eredivisie-goal van Cambuur. Ja, ja. Ja, dat is wel mooi, want dat is toch een statistiek. Die pak je ze niet meer af. Later heb je nog wel een statistiek hem gehaald. Maar ja, die kunnen ze weer een keer afpakken, maar deze niet. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja. Weet je nog hoe die ging? Ja, ik kreeg een dieptebal van Guus Ulenbeek. Er waren een aantal jongens van Ajax 2 die overgekomen waren en die gaf mij een dieptebal. Ja, en ik maak een sliding. Ik kap een speler uit, half het arts. En Kees Marbert komt eraan en ik schiet hem uit de reflex met links. Schiet ik hem goed binnen. Eerste eredivisie doelpunt van Cambuur Leeuwarden. De afronding is briljant. 1-0 Cambuur.
De dag nadat ik die eerste goal maakte in de Eredivisie, kwam ik in beeld bij de NOS. Een spotje hadden ze gemaakt tussen Maradona en Stoichkov in. Met die goal. En ja, dat was wel heel erg grappig en ook heel mooi. Want ja, ik als eigenlijk aanlander die nog zoveel moest leren en die eigenlijk nog niet een bal recht vooruit kon schieten, die dan tussen die grote mannen in stond. En dat was het begin. En ja, dat geeft je zo'n enorme kick. Dat, ik had al een hele drive, maar dat maakt het nog meer in me los, ja. Ja. Zitten er nog dingen bij waarvan je zegt van, nuttig? Nee, denk ik niet. Kijk, je weet alles wel van de spelers, maar het belangrijkste is hoe hun ons aan gaan pakken en ja, hoe wij daarop gaan reageren, denk ik. En dat iedereen al een tijdje in de Eredivisie speelt, dus je kent ze allemaal wel. Yeah. Sambor is mijn eerste assistent. Hè? En dat is wel wat gegroeid is. Hè? Wat ook met de kwaliteiten van iemand te maken heeft. Om dat goed in te vullen op dit moment al. Nou, en daar is Sambor het verst in. Yes, blijf staan. Goed zo, Kelly. En weer opnieuw. Ik zou niet een trainer kunnen zijn die, die bijvoorbeeld de stiften moet kopen en de magneetjes moet halen en alleen pionnen neerzet. Daar ben ik het type mens niet voor. En ik kan me prima schikken in een rol als assistent. Want ik heb ook nog geen kwaliteiten, zeg maar. De kwaliteiten ook niet. Ik moet me nog veel verder ontwikkelen om iets meer te doen. Alleen, ik vind het wel leuk om mee te denken. Mm. Maar ik snap ook heel goed dat Henk is eindverantwoordelijk. En die wordt er uiteindelijk op afgerekend, hè? Ja. En dus wat ik zei, zijn gevoel is ook eigenlijk altijd goed. En dat moet ook zo blijven. En dan kan ik misschien wel wat gaan bedenken. Maar daar moet hij wel altijd bij blijven. Mm-hmm. Ja, maar ik vind het wel leuk om zo aan de slag te gaan. Ja. Ja, absoluut. Dat is wel mijn ding. Weg, Sjoerd, weg, weg! Juist! Dat is goed, Wessel. In de wel. Is het belangrijk, jongens van de club, als assistent? Ja, dat vind ik wel. Tenminste één moet je eigenlijk van de club hebben. Die weet hoe het in een club rijlt en zeilt. Maar die ook wat gepresteerd hebben in een club. He, want dan heb je ook wat. Bij de achterban heb je steun. Nou, dat hebben Sander en Jan beide. He, die jongens die hebben heel veel gepresteerd. En Jan is een eeuwig topscorer. En de legend van Cambuur. Nou, Sander idem dito. Dus die jongens die hebben hier wel wat teweeggebracht. Dus dat betekent ook dat je steun krijgt van de mensen om je heen. En Sander is dan eerste assistent, die geeft ook veel training. Pick the second post. En Jan is tweede assistent en is meer de man voor de swing. En maar ook voor Pasen trapvorm. Hij is je wereldkampioen in, dat kan hij fantastisch. En dat is Jans' rol. Ik zie mezelf als ondersteunend voor onze hoofdtrainer en eerste assistent Sander van Heijden. Gewoon ondersteunend. Jan is de koning van de paar strafvormen vanuit onze speelwijze. Dat is echt knap. En hij is veel met spitsen bezig. Lekker, Jackie! En ook analyseren, hè. Die gaat ook naar wedstrijden toe, net als ik. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen Jan is heel veel met paar strappen bezig, ook van onze speelwijze. En ik ben daarnaast veel met het geheel bezig, zeg maar. Meer tactisch? Ja. Sander's rol is uitgebreider. Dus ook op het tactische heel veel meedenken. Beelden uitzoeken. En dat doen we dan ook samen. Maar er zit wel verschil in rol. Maar dat heeft ook te maken met uren die beschikbaar zijn. Hè, Jan is in principe part-timer, Sander is full-timer. Die tikte de bal nog net naast en daardoor leverde het niet meer dan een corner. Op dit moment opnieuw een corner van de kant van RVVH. Een gelijkopgaande wedstrijd met een ietsje betere kansen voor RVVH. Ik heb hier natuurlijk al jaren gevoetbald en ik ben er ook jaren trainer geweest. Alleen nu afstand van genomen als trainer en speler. En dan, kijk,
er is nou geen druk, zeg maar, voor mij van als ze nou dingen verkeerd gaan of vliezen van nou ja, nou en we moeten nou de volgende wedstrijd winnen. Ik ben hier nou als een beetje als supporter en als liefhebber om te kijken van hoe het gaat. En dan kijk je een beetje naar het systeem, maar dat is meer, dat is automatisch eigenlijk. Oh. Renzi Baradas, hij weet alleen van troog, maar het Hansi van Kooijster van Kamer, dat hij alleen op de scorebord kwam, wat het ONS snits dat je neerzet. Nou, eigenlijk net een reële kans. En daarom was het blijven wezen naar 13 minuten, maar een tussenstand van 0-0. Kijk, je ziet dat. En dan gaat hij ook. Ja. In de 20e minuut komt RVVH op voorsprong en met de stand dus 0-1. Ja, ik heb dat ONS win. Maar ik ben ook niet zo uitbundig dat ik als ONS scoor dat ik sta te juichen. En, maar zo ben ik nooit geweest. Dus en als speler was ik ook altijd wel redelijk ingetogen als ik een goal maakte. Dan ging ik ook niet het hele stadion rondom te juichen, dat deed ik ook niet. Binnen 8 minuten, de tweede treffer van Sandor van der Heijden. Van der Heijden, dan maar zo! En van der Heijden, en daar is hij opnieuw via de paal en dan is het 1-0. En daar is de voorsprong. Sandor van der Heijden. Ik moest het niet van mijn discipline en mijn harde werken hebben. Het was bij mij meer mijn techniek en mijn intuïtie. Sandor van der Heijden. Ik heb ooit vroeger een talent meegekregen met mijn voeten. Daar kon ik wel veel meer uithalen dan ik nou gedaan heb. Alleen de combinatie benen-mens heb ik in mijn hoofd heb ik wel het maximale eruit gehaald. Ja? Ja. Omdat ik het wel goed vond. Ik vond voetbal leuk en... ja, ik vond het goed zoals het was. En nou, als het niet hoefde, dan was ik uit mezelf niet zo van... ga ik een stapje extra doen. En dat is niet goed. Alleen daarom heb ik wel het maximale eruit gehaald, gezien de combinatie. Ja, ja. Was jij eigenlijk mentaal niet sterk genoeg voor het harde profvoetbal? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat ik niet... in mijn hoofd niet goed genoeg. Nee. Supervoetballers, ja. Ja, dat meen ik echt. Hebben we heel vaak gezongen voor Sander van der Heijden natuurlijk. Zijn we ontzettend trots op. Wat zongen jullie dan? Nou, Sander van der Heijden. Oh, 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 oh. Ja, natuurlijk. Altijd. Heel begaafde speler. En die zag vooruit, hè. Die had de bal niet eens, zag er al dat de speler vrij liep. Dat was Sander. En technisch, hè. Goeie vrije trap. Echt een jongen, gewoon een gewone jongen, zeg maar. Sander van der Heijden schiet Cambuur op gelijke hoogte. Ik ben Harry Eckhart. En hoe schrijf je dat? E-K-H-A-R-T. E-K-H-A-R-T. Prima. Bijnaam BVDW. Waar staat dat voor? Broer van de wethouder. Ja, even rustig aan. Ja, dank u. Ja, keurig. Jan de Bruyne is een fantastische vent. Een hartstikke fijne kerel op een gegeven moment. Hij moet wel in de buurt van Sneeker Leeuwarden blijven, want anders wordt hij doodwinnig. Heeft u hem zien voetballen nog? Ja, natuurlijk heb ik hem zien voetballen. Ja, ik ben heel enthousiast over Jan de Bruyne. Nou, het was niet de grote technicus, maar hij gooide altijd zijn lichaam maar in. Hij was werkzaam en kopsterk. Dat was het. Een echt Cambuur had. Jan heeft een echt Cambuur had, ja. Jan de Bruyne is een echte man, die gaat nooit ergens anders heen. Volgens mij was het de man die gewoon ouderwets juichte. Dat zie je weinig meer, hè? De passen, hè? Na de goal, de passen. Hij overnam van die grote... Van die grote passen en dan de laatste wacht. Ja. Oh, dat loop je naar de afloop van het doelpunt. Ja, dat klopt. Ja, een dansje, hè? Danspartijtje van Jan, hè? Ja, dat was... Ja. Serieus? Ja, zeker. Ja, dat was een handelsmarkt. Rozenburg en Bruin met de koppel. Klummel in de verdediging bij Haarlem en Jan Bruin profiteert. 81ste minuut en Bruin met de koppel. We hadden een keer looptrainer en die deed allemaal van die loopjes, van die loopsprongen. Ach, en in één keer was ik zo blij dat ik hupte zo over het veld om die loopsprongen te doen. En dat ontstond gewoon spontaan. Jan Bruin staat 60 seconden in het veld. En krijgt hij de bal van Van Dijk. Hij maakt hem wel.
als echt een belangrijk doel was, dan deed ik het sprongetje wel. Ja. En, ja, op een gegeven moment is het iets van jezelf en het gevoel kun je gewoon niet beschrijven. Als het echt belangrijk is, mooi is en je bent blij, en dan, ja, dan komt dat. Dan deed ik het ook automatisch op een gegeven moment, hoor. En Bruin, de invaller bij Cambuur, die kopt hem erin. Ja, het loopje. Ik weet het allemaal niet hoe ze het genoemd hebben. Maar het was, ja. Ik ben ook blij dat ik het nu niet meer zie, want zo bijzonder was het niet. Alleen het was wel iets apart. Bruin met de kopbal. Kijk wat Jan de Bruin deed, dat als je dat nu bij spelers ziet, dan kruipen ze over de grond achter elkaar of ze maken rare figuren en dansjes. Toch waardeloos, man. Dan heb je verstand niet, hoor. Er is een kleedkamer naar je vernoemd, hier, bij Cambuur. Heeft dat status? Doet je dat wat? Ja, tuurlijk, dat vind je wel mooi. He, dus ja, dat vind ik wel mooi dat de kleedkamer voor het eerst aftal vernoemd is. Namelijk. Dat doet je wel wat. Is dat nog officieel onthuld of zo? Of hoe ging dat? Nee, ze hebben toen de kleedkamers... Jaap Stam en Piet Adema. Nou ja, de kleedkamer voor het eerst werd dan aan mij vernoemd. Voor mij hebben ze daar toen ook met de supporters neergelegd. Nee, dat is niet een officiële opening geweest eigenlijk of zo. Maar als je er langs loopt, heel soms dan zie je dat weer en denk je, oh ja, maar dat vind je wel leuk. Ja. Ja. Sander heeft geen kleedkamernaam vernoemd. Sander is al god, hè? Van het, ja, van Cambuur. Ja. Dus Sander was een fantastisch voetballer. Dus technisch, tactisch. Ik denk een van de beste voetballers die Cambuur ooit gehad heeft. Dus wat dat betreft heeft hij al zoveel status. Die heeft dat niet eens nodig. Firma Voetbal Waldhof Mannheim is de nieuwe club van Cambuur-speler Sander van der Heijden. De snitser had een contract tekenen voor 2 jaar. Maar als de club promoveert naar de eerste Bundesliga, dan wordt het contract maar 1 jaar verlengd. Mannheim. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Ja, Waldhof kwam eigenlijk gelijk concreet met een contract en ik kon er voor 3 jaar tekenen. En... Tegen een salaris van? Ja, heel veel. Vond u hem niet te jong als 22-jarige om naar Duitsland te gaan? Veel te jong. Het was onze beslissing ook niet. Het was onze keuze ook niet. Het was zijn keuze. Hij kon ook een heleboel geld verdienen. Nou, ik had in 3 jaar miljonair kunnen zijn. Dus dat kun je zelf uitrekenen, of iedereen. Ja. Maar dan, ja, dat was voor mij, was dat, dat wilde ik wel. Ja. Hè, zo simpel is het. Het geld of het avontuur? Ja, nee, het geld. Ja. Ja, dat was puur voor het geld toen. Maar ja, geluk is niet te koop, hè? En gezondheid ook niet. Echt niet. Hoe lang heeft het avontuur geduurd? Nou, ik was na 2,5 week was ik terug. Verschrikkelijk. En dan kom je er pas achter wat echt heimwee is. En dan krijg je een zoon terug, wil je niet weten. Verschrikkelijk kapot. Na 2,5 week al, hè? Ja. Hij liep van de training af. Ik kan wel ga naar huis. Dat kan niet. Nou, ik kan alles. Ik ga naar huis. 'S Ochtends was het trainen in de bossen daar, in de heuvels. En dat was een prachtige omgeving, moet ik eerlijk zeggen. Maar om hard te rennen, niet. En dan moest je vechten om voor de keepers te blijven ook. Hè? Want dat is altijd wel iets, je kan nooit achter de keeper zijn. Nee, hè? En dus dat was altijd een gevecht om voor de keepers te blijven. En dat lukte me wel. Maar en 's middags was het dan 2,5 uur op veld. En 's avonds nog een keer krachttraining en gymnastiek en de gym in. Nou, dat was de voorbereiding, dus dat was, daar was ik ook niet gewend. Nee. En daar was ik ook niet voor in de wieg gelegd. Toen heb ik hem geprobeerd om naar Duitsland te brengen, want daar was er al. Net over de grens is hij weer teruggereden. We hebben het weer geprobeerd. Ik ben tot Heerenveen gekomen.
En in dat half uurtje naar Heerenveen toe was een jongen van gewone glaas. Nou, gewone jongen. Die was blauw van. Nou, die echt waar. Ik dacht van hij sterft me onder de handen weg. Nee, dat kan niet. Dus we zijn in Heerenveen zijn wij uit de auto gestapt. We hebben gepraat. Ik ben weer teruggereden en we zijn naar de dokter gereden. Nou, ja, moest ik eigenlijk weer terug naar Mannheim. En toen, ja, toen heb ik mijn contract laten ontbinden. En toen ben ik naar de amateurs gegaan van bij ONS. En lekker met mijn vrienden gevoetbald. Heerlijk. En toen kregen we de Sander weer terug die de Sander was. Het heeft dus 2 jaar geduurd, hè? Hij is echt kapot teruggekomen. En dat is voor een ouder niet... Nee. Moet je niemand wensen. Achteraf kan je al zeggen dat had niet gemoeten. Maar op dat moment stond ik achter die keus. Dus dan kan je achteraf spijt hebben. Maar dat heeft geen zin, omdat ik op dat moment... Ik heb die momenten dat ik keuzes heb gemaakt, heb ik nooit getwijfeld. Dus dan is het ook goed. Hij is er sterker door geworden. Ja. Al de tegenslagen die hij heeft gehad. Hij heeft hartstikke mooie momenten meegemaakt. Prachtige mooie momenten. Hij heeft ook minder mooie momenten meegemaakt. Maar dat heeft hem gevormd als... Nou, het is niet meer een jongen, als een man die hij nu is. Nou, daar ben ik wel trots op. Volgens mij kunt u ook best wel trots op hem zijn. Ja, ja. Dat zou ik dan ook nog voor zijn vader zeggen. Die zou ook trots zijn. Ja. Heeft Jan u wel eens meegenomen op zijn bootje? Nee. Jan heeft een boot? Jan heeft waarschijnlijk een boot, maar ik vind niet dat het gepast dat ik met Jan in een bootje zou gaan. Echt niet? Nee. Waarom niet? Sorry. Ik heb het niet over een huwelijksbootje. Nee, nee, nee. Ook niet het schip in, helemaal niet. Nee. Ik ga niet met Jan in een bootje. Ik ben ook nog trainer van een eerste klasse amateurclub, Berchem. Ja, en als je dan vrij druk bent met twee clubs, is het wel prettig dat je werk kan combineren met ontspanning. En andersom. En dat bevalt me wel heel goed. Want ik kan zo naar Berchem toe varen. Zoals vandaag eigenlijk. Ja, zoals vandaag. En er komen een paar mooie dagen aan met mooi weer. Ja, en ik ga gewoon Cambuur training geven, ik ga Berchem training geven. Maar ik ben er wel even uit. Dat is wel heerlijk om dat te kunnen combineren. Een trainer die met de boot naar zijn werk gaat, dat is wel mooi. Dat is heerlijk, ja. Als ik naar de Berchem vaar om daar 's avonds nog een training te geven. Als ik onderweg te varen, dat duurt toch 2 uur, dus ik heb tijd zat. Dus pak mijn mappen soms even bij. En dan kijk ik even naar de training wat ik wil gaan doen. Maar ook bijvoorbeeld, wij spelen dan Berchem 4-2-3-1. Dus ja, de druk zetten is weer anders dan bij Cambuur. Dus dan laat ik het balletje lopen en dan denk ik, ja oké, als hij gaat en hij gaat, dan moet hij naar binnen, laten we hem los. Als hij erin gespeeld wordt, ja, dan gaat deze middenveld door, hij gaat door, hij komt naar binnen en staat alles weer goed. Kantelen. En als we hier de bal veroveren, ja, dan kunnen we mensen tussen linies in spelen. Dan hebben we weer mensen vrij. Dus ik moet anders denken vaak. Dus dan moet ik wel even weer even oefenen, weer even kijken. Want ik ga vanuit het Cambuur-systeem, ga ik door naar een ander systeem. Dus dan moet ik altijd wel even weer omschakelen. Maar Jan, je zit op een boot in de mooiste natuur. Lekker rustig, ja, op het water. Ja, ja, maar dat gaat niet de hele reis. Dat is af en toe even, dan zit ik gewoon in gedachten. En dan ben je aan het denken. En dan met wie je wil spelen, hoe je wil spelen. Oh, dan ga je eventjes puzzelen. En dan zo gaan we het doen. Ja, en dan gaan we ermee aan het trainen. En dan wil je dat in de wedstrijd gaat terugzien. Dus dat is leuk. Voordeel van dat je even relaxed op een bootje weg bent. Dat je even kunt nadenken ook over het spelletje. Wit, jongens,
Boys, mooi op tijd, jongens. He? Nog nooit zo vroeg geweest, jullie. He? God, ze denken we. 1 minuut en 27 seconden. Dat is op dit moment zijn achterstand. En dus zal Tom Dumoulin misschien zelfs wel van het podium afvallen. Maar hij heeft zich fantastisch laten zien de afgelopen weken. Maar alles dreigt op deze voorlaatste dag dan toch uit elkaar te gaan vallen. En er is... Ja, het was natuurlijk een hele lastige opgave. Alleen, ja, nou zie je maar meer dat je zonder goede ploeg in de bergen, dat je geen grote ronde gaat winnen. We zijn nu onderweg naar het stadion, de wedstrijd tegen PSV. Heb jij last van wedstrijdspanning? Nee. Of nu niet in ieder geval. Als speler had ik dat... voor een wedstrijd kon ik wel gezonde spanning hebben. In een wedstrijd zelf had ik nooit last van spanning. Nooit. Heb ik nooit gehad. En als trainer heb ik voor een wedstrijd eigenlijk nooit spanning. En onder de wedstrijd kan ik dat wel meer krijgen. Dus dat is eigenlijk net andersom. Dit is typerend ook voor het stadion eigenlijk. Hè? De hekken eigenlijk van VV Leeuwarden zijn dat. De amateurvelden naast het stadion. Maar dit staat er ook al zolang ik hier kom. In een mooie volksbuurtje. En dan kriebelt het bij jou? Ja, nou begint het te kriebelen. En dan kijk je er tussendoor en dan zie je dan die stoeltjes van de... Ja, ook al zijn het maar een paar stoeltjes, dan als je dat tussendoor kijkt... Zie je de Noordtribune en dan weet je dat daar alles begint. De sfeer en de heksenketel, dat is wel heel speciaal. Dat zal altijd speciaal blijven bij mij. Hé, jongen. Hé. Kijk er niet meer naar, hoor. Heren. Hé, jongen. Hé. Waar kijk je niet meer naar? Ik kijk niet meer naar dat wielrennen. Nee, hou op. We hadden net een auto, hadden we het erover. Hij zakt er helemaal doorheen, man. Hij zakt het water doorheen. Heb je niet afgekeken, het wielrennen? Ik heb hem uitgedaan, want anders heb ik zo'n rode kop straks. Want dan zit ik erin. Maar we moeten ons concentreren op PSV natuurlijk. Ja. Dus ik denk, ik doe hem mooi uit. Het is nog een beetje rood. Maar nee, dan moet je dat mooi laten. Want het gaat vanavond om PSV. Hè? Daar gaat alles om. Cambuur PSV. Had je met hem te doen? Ja, ik vind het zonde van Nederland voor het wielrennen in Nederland. Voor de sport in Nederland. Hè? Waar dat meisje wat die gouden medaille won, Schippers. En als je nu Dumoulin hebt. Maar het is wel een goede leervorm. Dus... Jammer, ik vind wielrennen mooi en dan gebeurt zoiets, dan verwacht je, of hoop je, ja, dat hij het wint natuurlijk. Dat is ook het mooie van topsport, hè? Het is mooi van topsport, daarom kunnen wij ook voor PSV misschien wel winnen. Dus dat zien we straks. Henk is een positief mens, hè? Ja, mooi. Ja, dat is een fantastisch man. Maar ook gewoon, hij is altijd normaal, hij is zichzelf. En dan kunnen mensen gaan zeggen van, dit is een... Dit doet hij voor de camera. Dat is echt zo verschrikkelijke onzin. Dat is gewoon niet waar. En hij kan ook keihard zijn als er dingen niet goed zijn. En hij is niet altijd alleen maar positief. Want als het beter moet, en dan moet het ook beter. En dan kan hij ook hard zijn. Maar hij is gewoon positief ingesteld. Maar dat schijnt in Nederland schijnt dat al heel speciaal en niet te kunnen of zo. Dat er toch weer mensen dat niet geloven. Dat hij een spelletje speelt. Maar goed, dat vind ik wel eens jammer in Nederland. Van ja, goed, hij is zo. Ja. Maar hij is normaal. En normaal is al apart in Nederland. Ja, want dat is niet goed. Dat is een spelletje en dat kan niet. Hou op. Give the ball, B. Hij is gewoon normaal en dat is goed. En zie dat als iets moois, toch? Of niet? Opnieuw! Opnieuw! Assistent-trainers zijn ook vaak voor spelers vraagbaken. Vertrouwenspersonen. Hoe zit dat hier? Ja, hier precies hetzelfde. En maar heb ik ook tegen de jongens gezegd, ik wil niet alles weten. Als jullie dat op kunnen lossen, dan moet je dat mooi met de jongens regelen. Want als hoofdtrainer moet je niet alles weten. Heb je alleen maar last van, word je een oud wijf. En zij kunnen heel veel voor me wegmaaien. Nou, dat doen ze ook. En de spelers weten ook dat ze 100% betrouwbaar zijn. Want ik heb nooit een speler gehad die denkt dat Jan Bruin wat vertelt... of die denkt dat Sander van der Heijden wat vertelt. Want dat doen ze niet. Dus dat is voor mij ook lekker werken. En andersom, als ik wat met hun bespreek, hoef ik ook niet te denken... oké, zij gaan er doorklikken of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ze zijn 100% betrouwbaar beide. Ja, we kunnen heel goed met elkaar. Ja, ook wel buiten voetbal om. Dus, Henk zei dat wanneer Henk nog eens een keer weggaat bij Cambuur... dan neemt hij Sander mee. Ja. Ja. Begrijp je dat? Ja, absoluut. Ja. En we hebben, waarom neemt hij jou niet mee? Nou, hij weet ook wel dat ik niet zo snel mee zou gaan. En hier bij Cambuur graag
actief op blijven en willen inzetten. Ga door. Ik ben nog lang niet klaar met Cambuur voor mijn gevoel. En dan, als je dan over geld hebt en ik kan ergens anders iets meer verdienen, dan blijf ik toch wel liever bij Cambuur. Ze hebben Jan Bruin wel weggestuurd hier. En dat is wel een donker vlekje. Juist! Bezetting! Kom erbij! Hey. Ik had ook graag willen afsluiten. Maar door omstandigheden dat de club mij geen contract meer kon geven. En ieder ander wel een contract kreeg. En ik mocht op amateurbasis blijven, terwijl het nog hartstikke goed met me ging. Ik was wel 35 jaar. Toen heb ik gewoon gezegd, ja, ik wil nog betaald voetbal spelen. En toen belde de trainer van Telstar met een mooi verhaal op. Luc Nijholt. Ja, dat hebben wij nooit goed begrepen. Ja, hij is dus niet een beetje ondergewaardeerd, laat ik het zo maar zeggen. Het ergste was nog dat de supporters hadden gevraagd wat ik moest kosten, wat mijn salaris was en als jeugdtrainer en als voetballer. En die hadden daar bij elkaar gespaard. En die belden me daar met op. Toen had ik mijn jaarwoord aan gezegd aan de Telstar. En ik moet zeggen, dat was wel even emotioneel. Zelfs dat ik het aan terugdenk. En ik had mijn jaarwoord gezegd. Dus ben ik gegaan. Dus dat hebben ze hier toch verkeerd ingeschat. Dus dat mag ook wel gezegd worden. Hoeveel was het? Nou, dat was zo'n 40.000. En dus dat was eigenlijk dat dubbel erbij. En hadden ze bij elkaar gespaard. Dus ze waren heel trots om dat te vertellen. Van, nou, dan kan ik toch blijven als contract. Toen, toen had ik dus net mijn jaarwoord gezegd aan Luc Nijholt van Telstar. Dat ik zou komen. Dus ja, en mijn vriendin en ik zaten op een bank. En op dat moment dan vertel je dat. En dan gaan de tranen over je ogen. Maar dat was ook bij de supporters het geval die ik aan de lijn had. Dus dat was wel even een heel erg rot moment. Als ik dan een rot moment uit mijn carrière moet noemen, dan is het niet die breuken die ik allemaal gehad heb in mijn benen of in mijn gezicht. Maar dat is wel dat moment geweest. Ja. Hoe reageerden die supporters? Ook huilend voor de telefoon. Ik vond het ook verschrikkelijk. Maar ik heb ook gelijk gezegd, een woord is een woord. Ik kan niet meer terug. En daar hadden ze ook wel weer respect voor. Dus ja. Dus, zo is het toen gelopen. Jan die maakt altijd wel zijn gootjes. Alleen als je het vertrouwen niet krijgt, ja, dan is het moeilijk. Hè? Want hij scoort overal in feite, Jan. En hij was misschien wat te bescheiden. Ligt er over een jaar of 40 een geel-blauwe vlag over jouw kist? Dat mag. Dat mag. Voor de rest hoeft dat niet zoveel. Nee. Maar dat zal misschien wel gebeuren dan. Ja. Ik ben niet zo veel beter nog. Nee, gelukkig nog niet. Het leven is nog veel te mooi. In 2008 is mijn vader overleden. En ik heb hem toen altijd nog beloofd dat we nog een keer zouden promoveren met Cambuur. Hij vond het leuk om bij mij te kijken. En mijn moeder ook, die waren er altijd. Vanaf mijn vijfde tot mijn... Ja, mijn vader dan mijn dertigste. Maar... Ja. Hij zocht altijd. Waar sta je? En dan was het even de hand op, want je moest er wel wezen. Ik zocht hem altijd op, ja, dus als ik met de warming up bezig was. Altijd even oogcontact? Altijd. En dan was het even omhoog. Heb je dat makkelijk kunnen accepteren, dat je er op een gegeven moment niet meer stond naast, naast het veld? Nee, maar dat went nooit. Ja. Nee. Van der Heijden ligt geblesseerd op de grond, maar Roda gaat gewoon door. 2008... 2009, dat seizoen. Na competitie met Roda? Ja. Ja, ik scheurde toen mijn meniscus af. En toen moest ik in de 70 minuten eraf. En toen heb ik de rest van de wedstrijd in de douches heb ik gezeten. En ik heb eigenlijk niks meer van gezien. En uiteindelijk werd het 2-2 en werd penalties. En ik stond op het lijstje op 1, zeg maar, om een penalty te nemen. En ik kon niet... Ja, wat ik zei, ik had daar geen invloed meer op. Mark de Vries, hij was al twee keer erg belangrijk in de play-offs tegen Zwolle. En nu mist hij en dus gaat Roda opgelucht terug naar Kerkrade. Dat doet me het meeste pijn dat ik hem zelf dan niet gemist heb. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En dat ik zeg maar die belofte ook naar mijn vader toe, dat ik die niet heb kunnen... waarmaken als speler. En dat vind ik wel... Dat doet wel pijn, nog steeds, hoor. Ik zeg altijd van, ja, je vader is trots op je. Wat je ook maar doet, als je het maar op een goede manier doet. Maar hij wil meer en meer en meer. En
Soms kan dat niet. Mijn vader had wel, die had 100% gezegd van, nou, ik ben wel echt trots op het feit wat jullie gedaan hebben en wat jij zelf ook hebt laten zien. Dat weet ik wel zeker. Alleen dat telt niet. En hij heeft ook niet kunnen zeggen, dus. Is dat wel terecht dat hij daar een schuldgevoel over heeft? Nee. Heb je traantje moeten laten, toch? Jawel, ja. Ja. Maar later ook nog wel eens. Ja, tuurlijk. Ook omdat je hem natuurlijk heel vaak mist. Dus dan denk je daar heel vaak aan terug. Maar als het niet lukt en je bent er zo dichtbij, ja, dan houdt het op. Ze hebben het hartstikke goed toen gedaan. En dan denk ik bij mezelf, lieve schat, nee, hoef je geen... Jullie doen je best en meer kan je niet. Maar hij voelde zich daar naar zijn vader toe wel schuldig om. Maar dat zal waarschijnlijk een belofte wezen. En dan is het... Dan is Sander dus het gevoel, mens, wat je dus soms niet... De mensen hebben dat misschien niet altijd door, maar... Dat is het gevoelig stukje wat hij dus denkt van... Dat heb ik beloofd, moet ik waarmaken. Ja, en als dat niet kan, je bent niet alleen op het veld. Je kan nog alles proberen, maar alleen ben je er niet. Heel veel mensen zeiden over, goh, wat zetten jullie Cambuur weer mooi op de kaart. En Cambuur is weer wat in Nederland. He, dat was dan in dat jaar en de jaren daarna. Op een gegeven moment is het steeds beter geworden. Hartstikke leuk allemaal en dat is mooi. Maar voor jezelf, dat interesseert je helemaal niks. Want je hebt niks gewonnen. Ja, als sporter dan. En dan word je het later, als assistent-trainer, word je opeens wel, promoveer je wel. En dat is misschien de, ja, wat moet je daarvoor zeggen? Ik vind, hij doet het goed, hij vindt het trainersvak heel erg mooi. Ik denk van, als je het dan niet als voetballer hebt kunnen doen, dan heb je je woord gehouden als trainer. Vorig jaar heb je een aantal wedstrijden, omdat Henk geopereerd werd, ben je hoofdtrainer geweest. Ja, de eerste wedstrijd was Ajax uit. Ja. Leuk, debuut. Ja. Ja, hoofdtrainer in de arena. Ja, nee, maar hartstikke mooi. Dat was echt leuk. Tuurlijk was dat leuk. En Henk, toen Henk de datum doorkreeg van zijn operatie, dat was 6 mei was dat. Hij zei, nou, dan ben je twee weken ben jij, de laatste twee wedstrijden, ben jij eindverantwoordelijk. En gefeliciteerd en prachtig voor je. En ik daar zat te denken, in welke wedstrijd is er Ajax uit? En Willem II thuis. Nou, ik denk hartstikke mooi. Mijn debuut in de Eredivisie als eindverantwoordelijk is Ajax uit. En dan denk je gelijk van, oké, mooie uitdaging. Hier is Cambuur met de eerste aanval van betekenis. Rosheuvel, ook Betje niet, maar daar bijna het doelpunt. Wat een kans voor Van der Streek. Natuurlijk ben je wel zenuwachtig, want je hebt zelf ook scenario's. Stel dat we na een kwartier met 3-0 achter staan in de arena. Nou, dan zit ik met mijn goede gedrag zit ik daar op de bank. Hoofdtrainer. Hartstikke leuk. Nou, die jongen kan het niet doen. Bla, bla, bla. En dat gaat door je hoofd heen. Je bent mens, dus dat is logisch. En dan ga je ook denken van, goh, het zou ook mooi zijn als we daar met 0-3 voor staan met rust. Dat zou wat zijn. Nou, en dat gaat continu op en neer natuurlijk. Dat, ja. Praat je daar hier thuis met je vriendin? Tuurlijk. Dat is toch spannend? Vindt ze ook spannend. En ook juist heel leuk. Gewoon trots. Ja. Ik ben zelf ook trots dan. Ja. Is ze mee geweest? Jazeker. Ja, ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste helft... Ja, speelden we eigenlijk van het kastje in de muur. In de arena. Van der Streek. Sterk begin, zeg, van Cambuur Leeuwarden. Het schot van der Streek. Nee, 4 minuten bezig. Tweede doelpoging van hem. Uiteindelijk werd het 3-0. Maar ja, dat is ook voetbal. Heb je Henk gebeld? Tuurlijk. In de rust? Nee, dat nooit. Nee? Nee. Want die zat te kijken thuis. Ja. Nee, voor de wedstrijd en gelijk na de wedstrijd. En, Nog voordat je de persconferentie inging? Ja, volgens mij wel. Maar dat ging niet zozeer om wat ik dan moest zeggen. Ja, één dikke kans gehad na een minuut al met Sander van der Streek. Ik heb wel aan hem gevraagd van, goh, ja, hè, zo'n persconferentie, dat is mijn eerste persconferentie, ja, hoe moet je beginnen? En ik vind de eerste helft waren we eigenlijk misschien wel beter dan Ajax. Was Frank het met je eens? Nou, het leuke was dat hij niks aan de analyse toe te voegen had, dus dan is het ook goed. Ja. Ik denk dat hij heel goed weergegeven heeft, Sander,
hoe de wedstrijd is verlopen. En zo hebben wij het ook gezien. Het is wel je eerste keer, dus dan is het wel prettig zeg maar, dat een grootheid zeg maar, in het Nederlands voetbal dat dan ook heeft. Ik ga altijd voor de winst, maar je moet wel realistisch zijn. PSV is toch een geduchte tegenstander, dus we gaan het afwachten. 2-1. Lang 1-1 en dan kan Cambuur het laatste in de negentigste minuut of zo. En wat gebeurt er dan hier? Wat een gekheid. Dan gaan we juichen. Centraal, streekie. Geef gewoon een streekie, jongens. Waarom zo moeilijk? Oh, jongen, draaien. Kelly, je moet je draaien. Kom op. Go, go, go. Hey! Ah, lekker. Wie? Kom op, man. Ga, Mieke, gaan. Ah, weer een penalty tegen. Godverdomme. Ja. Ik ben al bezig. Ja, maar we moeten één van die spitsen eraf halen, ja, Henk. Ja, kan niet anders. Dus dan moeten we Erik naar de zijkant brengen bijvoorbeeld. Of je kan ook 4-3-2 gaan spelen. Ja, 4-3-2, maar... Maar dan moet je een buitenspeler eraf halen. Ja. En dan straks, wat wil je straks doen? Dan kan Erik even doorlopen. Wie moet dan op 10? Dat hebben we nu regelen. Ja. Ja, maar het is nu niet de regel. Shoot! Shoot! 4-4-3-2! Dan ben je gelijk bezig, oké, 4-3-2 of 4-4-1. Wat gaan we doen? Of 4-3-2 met... Met Mika en met Virgil voorop. En jij bent dan degene die... Ja, maar we doen het in overleg. Kijk, Henk is bezig. Henk is ook aan het denken. Henk die kan niet gaan zitten met schuifjes en even... Want die heeft ook andere dingen om in de gaten te houden. Dus dan geeft hij mij, zeg maar, het vertrouwen ook. Hè, omdat we hetzelfde denken. Om die spelers te informeren. Ja. Kom. Mika en Furry wordt dit. Mika en Furry. Mika, luister. Mika, Furry. Hier gaan spelen, zo. Ga allebei staan tussen de centrale en de back. Die week ervoor ben je al met die beelden bezig. Daar ben je al bezig zeg maar, met die wedstrijd. Ja. Dan ga je trainen erop. Je gaat tactisch trainen. En je gaat ook trainen op aanvalssituaties zeg maar, om wat te gaan creëren. Waar ligt hun zwakte? En ja, dan is het weg. Dan kruisen we er een. Tien is niet laten doen en Javan achterop houden. Javan! Furry op links blijven met z'n vier naast elkaar. Nee, maar dit kan niet, Javan. Javan moet niet uitstappen zo blind. Op het laatst pas. Bij wedstrijden van Cambuur, die druk, die draag ik zeg maar ook. En Jan ook wel, maar op een andere manier. Want Jan die kan ook niet tegen zijn vlies. En die wil elke wedstrijd winnen. Of ik jaloers ben op hem. Nee, ik vind het mooi ik vind het prachtig dat hij zo'n leven kan leiden. Vind ik mooi. Maar ik ben ook heel blij met het leven wat ik leid. Dus misschien is hij zal ook niet jaloers op mij zijn. Maar dat hoeft ook niet. Maar ik zou ook wel willen dat ik me nergens druk om hoef te maken. Maar ik heb ook 3 kinderen. Dus dat gaat niet samen. Samen met Mika! Samen met Mika! Beetje naar binnen! Beetje naar binnen! Printen! 4-4-1 gaan spelen, Henk. Erik erop. Naar binnen, Fur. Blijf schuiven, Erik. Vitas! Vitas! Hoeft niet hier te staan, want dan gaat hij hier lopen en dan gaat hij daar staan. Ja, dan haal ik wel bij je. Als de bal daar is, kom jij daar, ga jij naar de 6. Ja. Juist! Furry! Hier! Mika, hier! Goed zo, Mika. Hoe laat is het geworden, zaterdagavond? Ik, de laatste keer dat ik op het klokje keek, was 3:20. Bel je dan s'nachts ook nog met Henk? Nou, s'avonds in de auto wel, ja. Kijk, er zijn best wel dingen waar je geen invloed op hebt. Hè, bijvoorbeeld zo'n wedstrijd ook. Hè, en dat frustrerende wat je dan hebt in jezelf, dat wil je kwijt. En dan moet je met iemand over praten. En hij heeft dat ook, dus dan ben je dat even kwijt. En dan praat je ook weer van, oké, nou, dat was even... Dat was PSV en dat is KUT. En nu gaan we, oké, hoe gaan we het volgende week doen? Dat is goed, Wessel. In de wel. Don't forget that ball, ja. Hey, eerlijk is eerlijk. Vitas! Tak. Goed zo, Dominique. Bal snelheid. En he's dancing, hè? Dat is goed, Wessel. In de wel. Opnieuw. Hij moet tussen palen. Prima, jongen.